Waar je voor uit moet kijken, deze moet je eigenlijk zo weinig mogelijk aanraken of in de diesel leggen. Hier zitten hele kleine gaatjes in waar de brandstof zich, als je dus inspuit, echt vernevelt. Een nieuwe dag, nieuwe kansen. Kijken wat vandaag de dag brengt. Even een paar nieuwe accu's ophalen en weer fijn op stap. Nou ben ik dus in Markelo, nieuwe accu's halen. En wie kom ik tegen? Wout. Wout? Yes. En misschien de link leuk om te vermelden, de vlog toen Wout begon. Want Wout, je zit er alweer hoe lang bij? Een driekwart jaar. Driekwart jaar, tijd vliegt, hè. Ik word ook een oude man, kun je wel zien. Dus. Maar het gaat goed. Precies hetzelfde. Ja, precies. We hebben allebei hetzelfde coronakapsel. Dat komt yes. Helemaal goed. Dus, zo is dat. Mooi zo. Wout, bedankt. Jolie. Naast mij staat... Jolanda Dijkstra. Hier, mag ik Jolanda zeggen? Ja, graag. Ik mag wel Jolanda zeggen. Jolanda, je hebt een hele mooie Peugeot 107. Kijk eens, prachtig mooie auto. En ja, wat doet hij wel en wat doet hij niet? Nee, hij doet eigenlijk niks meer. Oké, okay, niks meer. Starten en ja, niks. Niks, oké. Okay. Nee. Gaan we eens even kijken wat hier aan markeert. Jolanda, zou je de auto even willen starten? In ieder geval een poging doen tot. Nou, ja, er zal weinig gebeuren. Je weet het nooit, hè? Kijk, dat is alles. Ja, te weinig. Wil je nog eens een keer starten? Ja, je hoort het rateltje. Heel mooi, dankjewel. En zie hier het resultaat van de accutest. Nou ja, hij moet 300 ampère hebben, heeft nog 39. Vervang accu, laten we dat maar doen. Hij kraakt van genot. Deze accu is van 2009. Die heeft het heel erg lang volgehouden. Wat niet onbelangrijk is, is om je accuklemmen even goed schoon te maken. Daar heb ik een heel mooi borsteltje voor. Hiermee kun je de accuklem schoonmaken binnenkant. Dus gewoon even borstelen. En de andere kant heeft een speciale kant voor de accupolen. Zowel plus als min, omdat de plus wat groter is dan de min. Ook niet onbelangrijk. Nou, Jolanda, ja, nou, wat vind je ervan? One happy family, hè? Doen we het voor. Nou, ik zou zeggen, ik ga naar de volgende en jullie tot ziens, hè? Doeg, doei, doei. Tot ziens. De volgende auto waar ik naartoe ga is een auto. Die is gestrand op de snelweg en vanwege, zoals ze zo mooi zeggen, incidentmanagement, omdat die gevaarlijk stond, hebben ze van de snelweg afgehaald en op een kabelstrook neergezet. Dus daar ga ik nu eens even naartoe. Ik sta hier bij, ja, bij wie? Elke. Elke, hallo Elke. Hallo. Elke, je hebt pech met de auto en wat is er gebeurd? Ja, de auto begon eerst te schokken en toen zag ik in de achteruit rook. En toen heb ik aan de kant gezet en toen werd ik opgehaald. Nou, waar rook is, is vuur zeggen ze. Misschien ook niet natuurlijk. Ik ga eens even kijken wat er aan de hand is. Dit is een hele mooie Volkswagen Polo diesel. En wat is er nu gebeurd? Dit zijn twee injectoren en die horen eigenlijk net als deze vast te zitten. En je ziet hier een hele mooie beugel en die beugel zit normaal gesproken vast met een bout. En wat is er nu gebeurd? Die bout is afgeknapt. Ja, dat hoort natuurlijk niet. Ik heb het stukje er al uitgehaald, wat nog boutrestant, wat nog in de cilinderkop zat, hier binnenin. En ik ga kijken of ik even deze auto weer in de praat kan krijgen. Een verstuiver die los zit. Twee stuks eigenlijk. Dit zijn ze.
ja, wat is nou de functie van dit ding? Nou, hij spuit hier in de kop bovenin met een hele hoge druk brandstof in de motor. En dat moet verbranden. Met deze verstuiver zie je nog dat hier her en der nog wat koper omheen zit. Die is een beetje weggesmolten. Nou, ik ga het er even afhalen. Ik heb even voor nood een paar andere ringetjes. En dan gaan we kijken of ik hem weer kan monteren. Hier is aardig wat aanslag op deze injector. Hij heeft al een tijdje losgezeten, dus dan heeft hij een beetje zitten trillen als het ware. Daardoor is dat oude plaatje ook helemaal verbrand. Deze ook, helemaal weg. Of weg, deze valt nog mee. En je kunt ook wel zien de aanslag waar die aan zit. Nou, dat valt er, het is echt gewoon roet, het valt er al een beetje vanaf. Waar je voor uit moet kijken, deze moet je eigenlijk zo weinig mogelijk aanraken of in de diesel leggen. Hier zitten hele kleine gaatjes in waar de brandstof zich, als je dus inspuit, echt vernevelt. Dan zie je daar binnenin zie je de gaten zitten. En die zijn moeilijk te zien misschien een beetje, maar moet even iets schoon proberen te krabben, zodat die weer een goede afdichting heeft. Nu is het zo, in de garage hebben ze daar vaak een frees voor. Dan frezen ze die zitting waar die verstuiver dus in ligt. Frezen ze mooi een mooie nieuwe frisse bodem in. En dan dicht het weer goed af. Dit is ook puur even een noodreparatie, want ik heb niet helemaal de passende ringen. Maar als het op de plek zit, dan kan mevrouw in ieder geval naar de garage toe. Het rubbertje hieromheen om deze verstuiver is helaas stuk. Nu heb ik wel een assortiment bij me met, ja, ik noem het altijd, in mijn rommella. Een collega zei ooit tegen mij, welke rommella bedoel je? Ja, precies. Wat zit er zoal in die rommella? Nou, dat kun je zien. Heel assortiment, allemaal rubbers, van gebruikte rubbers, nieuwe rubbers. Ook een assortiment ringetjes. De exacte juiste koperen afdichtringen voor de verstuiver. Heb ik niet, maar ik heb wel een passende ring, want het is toch voor tijdelijk. En hetzelfde geldt ook voor de bout. Ook die bout die moet vervangen worden door de juiste bout, want die moet hij op een exact koppel aanzetten. Dus hij moet bepaald strak, plus hoekverdraaiing. Ja, heb ik niet ter plekke, lastig te krijgen nou. Maar de garage die kan het oplossen straks. De verstuivers. Dit is nog over van de boot. Kun je zien, afgebroken. Komt er mooi uit draaien. Alleen die boot is heel erg lang. En dus een speciale boot. Heb ik niet. Ik heb wel een draadeind. Dus ik zet er nu voor nood even een stuk draad in. Lekker lang. Met een paar ringen eronder. Dat ik in ieder geval met een moer dat ik hem op de plek kan houden voor nood.
nog een leiding. Het moment van de waarheid. Ben je ook zo zenuwachtig, Elke? Ja. We gaan het proberen. Het motortje tort weer, en, maar natuurlijk wel, waar moet je nou naartoe? Naar de garage. Heel goed, heel goed. Dus tot zover deze reparatie, hoop dat jullie het leuk vonden en volg mij en mijn collega's bij de welbekende kanalen. En ik zou zeggen liken, hè. En we gaan ze waaien ook. Tot ziens. Doei. Doei.